arbeid. Dat is een belangrijk ding. Werk in uitvoering. Kortom, we gaan van start. Deze twee paren verrichten duidelijk arbeid. En waar hangt die arbeid allemaal van af? Wel, het is duidelijk dat als je nu één paard hebt of twee paarden, dat je dan wel verschillende arbeid hebt. Twee paarden kunnen nu meer arbeid verrichten dan één paard. En waar hangt het van af? Dat hangt af van de kracht. Twee paarden, een verdubbeling van kracht, een verdubbeling van arbeid. Maar niet bij kracht alleen. Er is nog een ander iets wat arbeid beïnvloedt. En dat is de afstand die de paarden afleggen. Als ze halverwege het land stoppen, of ze doen het hele land, dat betekent ook wel of niet een verdubbeling van de arbeid. En in de natuurkunde is dat de verplaatsing. Dus kracht, F, en verplaatsing, S. En die leveren samen dus de arbeid. Het symbool voor arbeid is de hoofdletter W van het Engelstalige woord work. En kracht en verplaatsing zijn beide even belangrijk, dus arbeid kun je berekenen met kracht maal verplaatsing. Let dus op dat als je een kracht uitoefent, maar er is geen verplaatsing bij, dus bijvoorbeeld je duwt tegen een muur aan en die muur verplaatst zich niet, dan verricht je ook geen arbeid. Je kunt dus weliswaar misschien wel moe worden van het geduw, maar arbeid verricht je niet door. De eenheid van arbeid is newtonmeters. Newton, kracht, meter, verplaatsing. Newtonmeters. We zullen later ook zien dat in plaats van newtonmeter je ook als eenheid de joule kunt gebruiken. Maar joule, wellicht weet je dat nog, wordt vooral voor energie gebruikt. Nog twee dingen waar je rekening mee moet houden. Natuurlijk moet je een kracht hebben die constant is, anders weet je niet wat je moet invullen. En kracht en verplaatsing moeten in dezelfde richting zijn. Dus duw je naar rechts, dan moet je ook de verplaatsing naar rechts alleen meetellen. Het komt vaak voor dat F en S niet dezelfde richting hebben. Kijk, hier iemand trekt aan een sleetje en de kracht die is scheef omhoog, maar de slee gaat niet scheef omhoog, nee, de slee die gaat mooi naar links toe. Kortom, F en S die maken een hoek alfa met elkaar. Hoe los je dit op? Wel, je hebt het wel een keer eerder gehad, we gaan F ontbinden. Ja, je kunt F ontbinden in een richting de verplaatsing, die noem ik even Fx, en een richting loodrecht en die noem ik Fi. En je ziet hier dus inderdaad een mooi driehoekje. Ja, zo'n driehoekje hier. En dan zie je dus dat Fx de aanliggende rechthoekzijde is. Dus Fx is F maal de cosinus van hoek alfa. En Fi, deze richting, en dat is in feite dezelfde richting als deze. Ja, dus de overstaande rechthoekzijde, dus Fi is F maal sinus alfa. En F en S moeten dezelfde richting hebben, dus de arbeid is F maal S, waarbij F de richting in de verplaatsing moet hebben. Dus arbeid is Fx maal S, of anders gezegd F maal S, maar dan wel maal cosinus alpha. En de arbeid door de andere richting van kracht, Fi, wat is dat? Wel, die is nul, want de verplaatsing in de richting van de kracht, die is ook nul. En geen verplaatsing betekent geen kracht. Samenvattend, arbeid is F maal S maal cosinus alfa. Alfa is de hoek tussen kracht en verplaatsing. Dus een kracht loodrecht op de beweging levert geen arbeid. En dat is bijvoorbeeld de zwaartekracht. Als jij gewoon horizontaal je verplaatst, de zwaartekracht is loodrecht op de verplaatsing. Dus de zwaartekracht verricht dan geen arbeid. We gaan eventjes een voorbeeldje doen. Ja, we hebben een sleetje weer. Niemand trekt eraan. Nee, hij zit mooi op mijn helling. En de zwaartekracht die zorgt ervoor dat hij lekker naar beneden gaat roesten. Even een paar gegevens. 40 kilogram is de massa van de slee met jongen. En er is wel een beetje wrijving, namelijk 150 newton. Dus hij roest wel naar beneden toe, maar dat is niet te snel. De vraag is, hoeveel arbeid verricht de zwaartekracht als hij naar beneden gaat? Wel,
eventjes een beetje schematische tekening. Ja, de slee wordt een puntmassa en het is een hellinkje, dus even aangeven 30 graden. Gegevens, massa 40 kilogram, wrijving 150 newton. En arbeid wordt gevraagd en dus de formule F mal S mal cosinus alpha. Goed, allereerst de zwaartekracht. Nou, die is makkelijk te tekenen natuurlijk. Mooi loodrecht naar beneden, FZ. En je kunt hem berekenen met M keer G. En je komt dan op 392 newton. En dan de afgelegde weg. En afgelegde weg, dat is niet in de richting van de zwaartekracht natuurlijk. Hij gaat niet loodrecht naar beneden toe. Nee, hij gaat langs de helling, S. En ja goed, de hoogte is 5 meter. Die S die moet dus nog even berekenen. Kortom, een driehoekje erbij. En je ziet, S is een schuine zijde. De 5 meter is de overstaande rechthoekzijde van die 30 graden. Dus je hebt de sinus nodig. Kortom, sinus 30 is overstaande gedeelde schuin. 5 gedeelde S. Oftewel, 5 gedeelde sinus 30. En je komt op een verplaatsing van 10 meter. Dus, nu heb ik de zwaartekracht, de kracht. Ik heb de afgelegde weg, 10 meter. En dan heb ik dus nog nodig alpha, de hoek tussen F en S. Wel, dat is ook niet zo moeilijk natuurlijk. Ja, dat is die hoek daar. Ja, tussen F en S. En ja, je kunt weer zo'n driehoekje bedenken. En in een driehoekje zijn alle hoeken samen 180 graden. Dus alpha, die moet zijn 60 graden. En nu heb ik dus alles. Ik heb F, ik heb S en ik heb alpha. Combinerend arbeid is 1,96 kilonewtonmeters. Ja, je mag natuurlijk best kilo voorzetten. Het hoeft niet allemaal newtonmeters. Een voorvoegsel mag altijd. Maar, let op. Hier gebeurt iets bijzonders. Want die 1,96 kilonewtonmeter, die had je ook op een andere manier kunnen berekenen. Kijk, je had ook kunnen doen zwaartekracht keer meteen die 5. Dan kun je ook op 1,96 kilonewtonmeter. En hoe komt dat? Wel, je hoeft niet te kijken naar de verplaatsing in het algemeen. Nee, het gaat echt om verplaatsing in dezelfde richting van een kracht. Dus je kunt ook kijken van, hey, ik heb een zwaartekracht loodrecht naar beneden toe. Wat is de verplaatsing loodrecht naar beneden toe? Dat is die 5 meter. En daarmee kun je dus ook de arbeid gaan berekenen. Arbeid is dus alleen afhankelijk van de verplaatsing in de richting van de kracht. Oftewel, als ik hier twee balletjes heb en die laat ik naar beneden vallen. Het maakt niet uit of ze nou via een of andere rare constructie gaan of ze gaan gewoon naar beneden toe. Ja, let op. Daar gaan ze. Ja, en de ene gaat heen en weer en de andere gaat rechtstreeks naar beneden toe. In beide gevallen is de arbeid door de zwaartekracht even groot, want de verplaatsing is voor beiden precies evenveel. Namelijk zwaartekracht maal verplaatsing, dus hier zwaartekracht maal hoogte. We gaan weer even naar het voorbeeld toe, want we hebben dus nu een arbeid door zwaartekracht, maar de vraag is nu eventjes van, ik heb ook nog een wrijving. En verricht de wrijving ook arbeid? Nou, dus kijken eventjes, want kijk, arbeid is F keer S maal cosinus alpha. En ja, ik heb hier een wrijving, dus FW is iets. Ik heb S, dat is ook iets. En die alpha, wat is dat nou? Ja, kijk, dat is nu de hoek tussen de wrijvingskracht en de verplaatsing. En die is hier dus 180 graden. Oftewel, als ik alles invul, dan krijg ik dus wrijving 150, maal verplaatsing, die heb ik zo net al berekend, is 10, maal cosinus van de hoek, cosinus 180. En cosinus 180, dat is min 1. Oftewel, ik heb hier een arbeid van min 1,5 kilonewtonmeters. Ik kan dus hier negatieve arbeid verrichten.
En dat is op zich wel grappig natuurlijk, hè? Negatieve arbeid, kan dat? Ja, dat kan. Dat doet wrijving. Ja, wrijving verricht altijd negatieve arbeid. Het zal altijd tegenwerken. Oké, stel je voor, ja, iemand die heeft een balletje in zijn hand. Hij gooit hem omhoog en hij vangt hem weer op. Zo. Ja, wat is de zwaartekracht hier aan doen? Hoeveel arbeid heeft de zwaartekracht verricht? Denk eens eventjes na, hoeveel is dat? Nou, omhoog. Ja, we kijken eventjes wat daar gebeurt. De verplaatsing is duidelijk omhoog, maar ja, de zwaartekracht is naar beneden toe dus. Die twee zijn tegengesteld. De zwaartekracht is hier in feite een soort met wrijving. Kortom, de arbeid is kleiner dan nul, negatief. Hij gaat ook weer naar beneden toe. En als je naar beneden gaat, dan heb ik natuurlijk dezelfde zwaartekracht. En de verplaatsing is ook hetzelfde, alleen de andere kant op. En je ziet dus wat er gebeurt. Nu zijn S en zwaartekracht hebben dezelfde richting. Oftewel, de arbeid die is groter dan nul. Oftewel, het totaalplaatje is nul. De arbeid is nul. En dat klopt natuurlijk ook weer, want de totale verplaatsing tussen het begin en het eind is ook nul. Ja. We gaan nog eventjes verder kijken, want behalve de zwaartekracht heb je natuurlijk ook wrijving. Hoe groot is de arbeid door de wrijving? Is die ook nul? Oké, we gooien hem eerst weer omhoog. Daar gaat hij. Ja, in dit geval, als je iets omhoog gooit, S is weer omhoog. En hoe is de wrijving? Nou, wrijving is natuurlijk altijd tegengesteld gericht. FW is naar beneden toe. Dus, arbeid is ook weer hier kleiner dan nul. Nu gaat hij naar beneden toe. En als een bal naar beneden gaat, ja, dan gaat S naar de andere kant toe, maar de wrijving is altijd tegengesteld aan de beweging. Dus ook hier zijn S en FW nog steeds tegengesteld. Oftewel, hij blijft kleiner dan 0. Dus de wrijving, de arbeid door de wrijving, is zeker niet 0. Hij is en blijft altijd negatief. Maakt niets uit in welke richting iets beweegt. Ja, we kunnen niet weten hoeveel de arbeid is, ja, dan moet je weten hoe groot S is en hoe groot de wrijvingskracht zelf, maar ik weet in ieder geval wel dat die niet nul is. Goed, dat was het weer. We gaan er een beetje vandoor. Lekker rusten en tot de volgende keer.